De Belgische jazzpianist Jeff Neve stelde in Antwerpen na 10 jaar zijn eerste soloplaat voor. Met Wan geeft Neve zich voor de eerste keer spreekwoordelijk echt bloot op een podium. Ik heb er hard aan gewerkt en het is in die zin voor mij heel bijzonder dat letterlijk een soloplaat is. Dus ik sta een beetje met hem bloot en zo. En dat is, dat is wel een bijzonder gevoel. Daar moeten ze wat klaar voor zijn, maar nu heb ik het gevoel dat dat kan en dat ik dat durf. En het is denk ik een plaat geworden die dat mijn persoonlijkheid voor een groot stuk weerspiegelt. Ik heb er mijn ziel in proberen te leggen. Als we jou bezig zien piano spelen, is het alsof je de liefde bedrijft eigenlijk met jouw instrument. Ik vind dat je met elk instrument altijd de liefde moet bedrijven. Ik bedoel, dat is, anders moet je niet op een podium kruipen. Dat is een heel intieme band. Ik bedoel, natuurlijk, ik heb veel onder controle, maar als die piano mij niet kan geven omwille van het feit dat die technische mankementen heeft, of die begint vals te staan, of die, dat gebeurt, dan beïnvloedt dat meteen alles, zeker bij een soloconcert. Want ik kan op niks anders terugvallen dan op dat instrument. Dus in die zin is dat voor mij een zeer belangrijke intieme relatie. En ben ik ook in alle eerlijkheid een beetje heel erg gesteld op het instrument dat er staat. Ik bedoel, ik probeer er op voorhand alles aan te doen dat de piano die op het podium staat, een piano is die ik ken en die ik heb gekozen en waar ik van weet, die gaat mij dat kunnen geven. Dat is superbelangrijk in dit geval. Voor de plaat schreef Neve eigen werk, maar hij eert ook enkele helden op zijn manier. Herkenbaar, maar toch anders. Klopt, ik heb een aantal muzikale helden geëerd op deze plaat. Om te beginnen Joni Mitchell, een artiest voor wie ik heel veel respect heb. Ik heb ook onze eigen Stromae gecoverd. Ik vind dat die man fantastische dingen maakt. Hij belichaamt ook qua idee waar ik wel in geloof. En dan Ramses Shaffi, We Zullen Doorgaan, is ook een stuk dat mij heel nauw aan het hart ligt. En het heeft mij ook wel een paar keer geholpen op het moment dat ik in de studio het moeilijk had, omdat ik bijvoorbeeld heel moe was na een heel lange opnamedag. Ja, dan heeft die melodie mij wel wat troost gegeven. We zullen doorgaan. Ja, natuurlijk doen we nog een uur verder. En dus in die zin moest het ook echt op de plaat. Neve nam op in 3 muziekstudio's, waaronder de legendarische Abbey Road Studios in Londen. Als je daar een week aan het werken bent, hoor je natuurlijk ook al de verhalen van al die muzikanten die er hebben gewerkt. Onder andere dus de Beatles, maar ook de Rolling Stones. Name it. Iedereen. Na mij kwam bijvoorbeeld een sessie met Shirley Bassey kwam een sessie doen na mij. Ja, dat doet wel iets. Bijvoorbeeld de microfoon die vlak voor mij stond, want de piano stond vol met microfoons, maar die vlak voor mij stond, was de microfoon waar John Lennon bijvoorbeeld 5 albums heeft door ingezongen. Dus dat... Ja, dat doet wel iets met een mens. Ik kan het niet ontkennen. Jeff Neve wordt in de vakpers op zijn 37e al een levende jazzlegende genoemd. Hoe gaat hij daar zelf mee om? Wel, in alle eerlijkheid, het streelt mijn ego misschien voor 3 minuten en dan ga ik terug over op de orde van de dag. Ik moet gewoon keihard werken. Ik heb mijn deadlines, ik heb mijn composities die af moeten, mijn concerten die afgewerkt moeten worden en ik doe dat doodgraag. Maar dat kruipt heel veel tijd en energie in. En daar ben ik mee bezig. Dat is hetgeen wat mij echt bezighoudt overdag. Ja.